Het is belangrijk dat er kennis wordt uitgewisseld over de wijze waarop het Amerikaans en het Surinaams leger beter leren omgaan met partners en gemeenschappen over zee. Dit stelde ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Foucher, vandaag bij de afsluiting van het gezamenlijk medisch programma Grand Mati in samenwerking met het Surinaamse defensieapparaat. De diplomaat stelt dat meer dan 1500 mensen medische hulp hebben gekregen van de specialisten tijdens het project dat op 19 augustus is begonnen. What do they get out of this? They get out of this an education on how to work with foreigners, from people from other lands, especially with their Surinamese counterparts here in Suriname and the people from this community. Their participation here and our presence here shows the U.S. continuing commitment to promoting healthy communities and improving the connections between the United States and Suriname. So, in the last 8 dagen, the soldaten and airmen have what diensten gegeven for ongeveer 1500 patiënten. Foucher geeft verder aan dat meer dan 900 tandheelkundige ingrepen zijn gedaan. Defensieminister Krishna Kumari Mathura kondigt aan dat het Grand Mati-project voortgang zal vinden vanwege de grote behoefte. En het is heel belangrijk om die zorg naar ze te brengen. En dat is precies wat Defensie doet met operatie Grand Mati. Dit is de vierde keer dat we dit organiseren. En we zijn begonnen, de ambassadeur heeft het al genoemd, Albina, Apura, Sipaliwini, Brokopondo, Paramaka. Overal hebben we dit gebracht, ook boven quarantaine, Cornelis Kondre zijn we ook geweest. Vandaag zijn we hier. Het is een project dat er is om die samenwerking te versterken, maar ook die diensten te bieden. We zijn hier met 40 man, Defensie, samen met de mensen van South Dakota. En een week lang hebben we dus die diensten verleend. En u hoorde al, 1500 mensen hebben gebruik gemaakt van de diensten. Dit geeft aan dat de behoefte er is en dat we zullen blijven doorgaan om Grand Mati te organiseren. Mathura zegt verder dat het project aangeeft hoe vastberaden het Nationaal Leger is. Het gaat er uiteindelijk om dat dienstbaarheid aan de gemeenschap tot vervulling komt.